Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Scholtens Advocaten, Emmeloord, NAC en VVA-prijs. De amateurs gaan zich opstellen in de startvakken. Niet starten de drie Iron Milioren. Paarden rijden aan. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de amateurkoers. En het is na de start aan de kop van het veld. Jupiter Diamant Jan Lastri neemt de leiding als we voor de eerste maal naar de finish gaan. En de koelboxbocht indraaien op de tweede plaats. Daarachter Yannick Meadow. Aan de buitenzijde volgt daarachter dan Chubby Bobber. En aan de binnenkant volgt Wanna van Ranum. Dat zijn de best geplaatste paarden met erachter Blackie Blue. En die wordt gevolgd door Cicero Boko. En de paarden komen de bocht door Janko BD volgt daar weer achter. Aan de overkant van de baan zijn de deelnemers met nog altijd Jupiter Diamant aan de kop. Jupiter Diamant heeft de leiding. Op de tweede plaats Yannick Meadow, dan Chubby Bobber. En Johnny Maurix gaat het allemaal veel te traag en die komt in het tweede spoor naar voren en brengt Blackie Blue nu in de leidende groep. Als de paarden einde overzijde zijn en de manegebocht indraaien, hebben we een nieuwe leider in de vorm van Blackie Blue. Blackie Blue leidt met een lengte, leidt met anderhalve lengte voorsprong op Jupiter Diamant. Yannick Meadow ligt in derde positie, Chubby Bobber vierde. De vijfde plaats voor Wanne van Ranum in zesde stelling, Cicero Boko. En zevende op dit ogenblik is dan Janko BD. En dat zijn op dit ogenblik de paarden in de beste uitgangsposities. Osiris Dipojo, ja, die is op dit ogenblik niet in het vizier als de deelnemers dan op weg zijn door de bocht. En het is aan de kop nog altijd diezelfde leider, Blackie Blue. Blackie Blue die de leiding had overgenomen. En met nu nog een ronde te gaan heeft nu twee lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt daarachter dan op dit ogenblik nog altijd Jupiter Diamant. Derde is dan die nummer 5 Yannick Meadow. Met erachter Chubby Bobber en verder weg Wanna van Ranum. Dan volgt Cicero Boko. En achter Cicero Boko is het nog Janko BD. En de paarden draaien de koelboxbocht door op weg naar de overzijde van de baan. Blackie Blue voert het veld aan. Op de tweede plaats Jupiter Diamant. Yannick Meadow is derde. Chubby Bobber vierde. Vijfde Wanna van Ranum. Zesde Cicero Boko. En zevende galopperend Janko BD. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde Blackie Blue. Uitgeschakeld nummer 7, galop nummer 7. Blackie Blue de leider. Blackie Blue met een lengte voorsprong op Jupiter Diamant. Yannick Meadow wordt door Erik Westerveld de tweede spoor ingestuurd om zijn aanval te gaan plaatsen. Daarachter volgt dan nog Wanna van Ranum. Die heeft de laatste woorden mogelijk ook nog niet uitgesproken. Zulks geldt ook voor Chubby Bobber. En laatste is Cicero Boko. En de paarden zijn op weg in de laatste bocht. Maken zich klaar voor de eindstrijd in de laatste rechte lijn. Yannick Meadow aan de buitenzijde van Blackie Blue. Dat zijn de twee koplopers op dit ogenblik. Met daarachter dan een galoppade nu voor Wanna van Ranum. Die zakt terug. Nummer 1, galop en de deelnemers 1. Komen dan in de finale fase. Hier in de regen op de baan van Emmeloord. Met nog zo'n 200, nou zo'n 100 meter nog te gaan. En daar komt Chubby Bobber aan de buitenzijde. Met dicht daarbij dan ook Jupiter Diamant en Blackie Blue die terugkomt voor meer. Maar het is de nummer 4 die het wint en dat is Chubby Bobber voor Blackie Blue.